Politie, waarschuw. Pik, we hebben bijna ontdekt. Gelukkig, hij leeft nog. Zie je dat? Hij is gewond aan het hoofd en er komt wit bloed uit. Die man heeft dringend een ambulance nodig. Jullie komen als geroep. We zaten deze man achterna. Voor de ene keer is de pakske goeiboter meegebracht. Dat stond in reclame. Ja, en voor u heb ik niet meer. Dat is goed voor uw maag. Ik mankeer niks aan mijn maag, dat is juist wat stress. Stress? Hoho, waar zou jij stress van moeten hebben? Jij trekt u van niks iets aan. Ik moet trouwens dringend uw auto eens laten nakijken. Je raakt er weer niet weg. Meneer heeft me op de parking van de supermarkt moeten wegduwen. Een man met een jaguar. Nog een jonge gast. Wat eten we vandaag? Kippenvleugels. Weet je al, dag kippenvleugels. Verdomme regelen thuis zouden dan zelf. Als jullie denken dat het geld mij op de rug groeit. Ik heb nu al met 20 frankstukken moeten betalen. Ik heb toch nog wel wat opzij gehouden voor de cadeau voor ons moeder. Als jij een plaatje bedoelt. Maar alleen maar niks voor 65, dat is mijn mijlpaal. Voor de mijlpaal moet uw broer maar over de brug komen. Ik doe je het geld zat. Ik heb geen bedrijf met 500 man personeel. 150 man. Jij denkt altijd wel aan uw moeder, hè. Maar hoe dikwijls denkt uw moeder aan u? Hoe dikwijls heeft uw vader aan u gedacht? Laat vader erbuiten, Monique. Ja, ja. Naar de doden niks dan goed. Een flauwe kans. Doe uw ogen open, Jan. Uw ouders hebben altijd alleen maar aan hun oudste gedacht. Guido, Guido, Guido. Hij was hun oogbol. Hun oogappel, zult je bedoelen. Oogbol of appelbol, dat is mij gelijk. Maar uw roos, madame Appelflap, beschikt over centen. Ik niet. Gij zijn content met uw jobje bij de verzekering. Oké. Uw moeder zal content moeten zijn met dat plantje. Nou wel, zeg maar, je bevriend niet open met je huis, hè. Hé. Zeg, papa, wat heeft u vandaag? Onze laatste 20 frankstukken. Mannen, dit is nu Jane. Hi, Jane. I'm Jen, Jan. Pleased to meet you. Hi, Martin. Hello. Hi. You have horny? Pa! He means hungry, Jane. He really does. I hope so. Heb ik iets verkeerd gezegd? Pa, weet je nu echt niet wat dat horny betekent? Martin. Ik zal hem dat wel uitleggen. Ja, ik bedoel de hungry, hè? No. Sorry. Ja, maar Engels is niet zo. Dat weet ik, jongens. Ja, maar Engels is not so good. Isn't not so good. Ja. No problem, sir. I understand. Yeah. Oef. That still me. Wat is gerust? That comforts me. That comforts. Hij zegt zo maar wat. Zou het stil mee. Ja, oké.
Okay, sorry.